Martin heeft een Zweedse vriend. Hij heet Lars. Hij woont in Malmö in Zweden. Hij wil volgend jaar in de zomer naar Nederland op vakantie. Martin belt Lars. Hallo Lars met Martin. Dag Martin, hoe gaat het met jou? Goed hoor. En met jou? Ook goed. Ik heb volgend jaar in juli vakantie. Dan wil ik naar Nederland. Oh, wat leuk. Ik ga elk jaar kamperen. Dit jaar wil ik iets anders, maar geen strandvakantie. Ik wil goed Nederlands leren spreken. Dus ik zoek een zomercursus. Ik ken iemand. Haar naam is Marike. Zij is docent Nederlands. Zij geeft iedere zomer les op een zomerschool ergens in Drenthe. Dat klinkt goed. Ik hou van het platteland. En barbecuen in de natuur. Dan is dat echt iets voor jou. Dank je wel voor het advies. Ik boek die cursus vandaag nog. Lars kijkt op de website van de Dutch Summer School. Hij heeft nog een paar vragen. Hij belt de organisatie. Hallo. Ik heb een paar vragen over de zomercursus in Drenthe. Geen probleem. Ik beantwoord iedere vraag met plezier. Waar is de cursus precies? De zomercursus is op een vakantiepark in Westerbork. Het park is 10 kilometer van station Bijlen. Hoeveel kost een cursus? De prijzen staan op de website. Wil je een offerte? Op de website staat een formulier voor je gegevens. En hoe betaal ik? Je betaalt met een bankoverschrijving, creditcard of iDeal. Wat is iDeal? Dat is het online betaalsysteem van Nederlandse banken. Oké, okay, alles is duidelijk. Tot in de zomer.